Ik vind echt, ik had ook het gevoel in de vorige periode dat we een beetje vooruit gingen. Maar ik hoor nu na het verhaal van de PVV, na het verhaal van Nieuw Sociaal Contract, hoor ik toch weer echt allemaal oude CDA-taal. En nou ja, daar, dat emotioneert me. Er is een interruptie van mevrouw Hersberg. Ja. Nou, ik merk nu dat dat wordt gezegd dat wij zouden willen traineren of dat we niet aan de klimaatdoelstellingen zouden willen voldoen. Dat zeggen wij helemaal niet. En er staat ook gewoon in ons programma dat wij aan de klimaatdoelstelling willen doen en schoner water willen. Wat wij vragen is de manier waarop. En om ervoor te zorgen dat de burgers en de bedrijven gewoon manieren hebben om dat zelf in te kunnen richten. En ik wil aan mevrouw Bomet vragen, ziet zij daar nog mogelijkheden in? En heeft zij het gevoel dat het nou zin heeft om de minister om van alles te vragen hier in de zoveelste Landbouw- en Visserijraad? Slaan we nog een deuk in een pakje boter in Europa? Mevrouw Bomet. Ja, voorzitter, het zijn twee verschillende dingen. Want je hebt Europa en daar hebben wij onze vertegenwoordigers. En daar hebben we het hele systeem zoals de heer Van Kampen dat eigenlijk zo mooi omschrijft. En waar ik me helemaal in kan vinden. En je hebt een minister en een kabinet. En ik heb de hoop deze minister al opgegeven. Want wij hebben inderdaad al 3 jaar geleden gevraagd om glyfosaat op grasland te verbieden. Doet hij niet. We hebben gezegd stem tegen. Doet hij niet. Dus ik vind dat vind ik heel kwalijk. Maar dat is iets anders. Ik hoop ook dat het nieuwe kabinet wel gewoon gaat doen wat de Kamer zegt. Ik hoop dat het nieuwe kabinet er ook snel is. Zodat ik me kan verhouden tot een minister die in een missionair kabinet zit. En ja, voor de rest, kijk. Ik heb ook het idee bij NSC heel vaak dat ze nog niet in de gaten hebben hoe urgente opgaven zijn. Als het gaat over de kaderrichtlijn water, dan is het een afspraak die we al 30 jaar geleden gemaakt hebben. In 2027 moet het water schoon zijn in Nederland. En het water is op 1% van de gebieden in Nederland schoner. En om dan de discussie te gaan voeren over andere meetmethodes, wetenschappelijke resultaten ter discussie gaan stellen, dat is het traineren waar ik genoeg van heb. Er moeten pijnlijke maatregelen genomen worden. En of dat nou kalenderlandbouw is of het verbieden van bepaalde gewassen op uitspoelingsgevoelige gronden, maakt mij helemaal niet uit. Het gaat mij om de doelen. En ik heb er gewoon genoeg van om in deze commissie steeds te praten over we moeten anders gaan meten, we moeten de boeren het stuur in handen geven. Allemaal waar. Maar ook als we de boeren het stuur in handen gaan geven, betekent dat het enorme consequenties heeft voor hun bedrijfsvoering. En ja, ik hoop gewoon dat nieuw sociaal contract, ik snap dat ze zeggen, we gaan nieuwe afspraken in Europa, gaan we met rechte rug tegemoet en dan gaan we ons veel harder invechten, vind ik heel goed. Maar ik hoop dat de bestaande afspraken, en de kaderrichtlijn water is zo'n bestaande afspraak, dat we daar als de sodemieter mee aan de slag gaan, maar we hebben nog maar heel weinig tijd. En er dreigen enorme boetes en er dreigt een stikstofcrisis 2.0. En daar zou ik toch niet als Tweede Kamer verantwoordelijk voor willen zijn. Mevrouw Hersberg. Nou, ik ben blij om te horen dat mevrouw Bomet ook het stuur in de handen van boeren wil geven. Maar dat is op dit moment niet zo. En op dit moment, je woont in een NV-gebied, je bedrijf is in een NV-gebied of niet. Je zit naast een Natura 2000-gebied of niet, terwijl 90% in de lucht gaat. Op welke manier wil mevrouw Bomet dat dan organiseren? Mevrouw Bomet. Ja, voorzitter, het probleem in de veehouderij in Nederland is dat er veel te veel krachtvoer gebruikt wordt voor wat het land aan milieukwaliteit aan kan. Dat er veel te veel kunstmest gebruikt wordt, dat er veel te veel dieren in Nederland zijn. En dat zijn de knoppen waar je aan je moet draaien. De bestrijdingsmiddelen die vervuilen ons water, daar moet ook het mes in. Dus ja, dat zijn de dingen die veranderen moeten. En ja, we hebben nog 2 jaar. Veel succes.